haalt hem niet! Ja, hij haalt hem wel! Woe! Nice! Hoppatee! Hey, kijkers van Milesterms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Adventure Escape! Ik ben vandaag niet alleen, maar vandaag samen met Eva, Giel en Kevin! En wij gaan vandaag een potje Adventure Escape doen. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik heb deze nog nooit geëindigd. Nee? Niet? Nee. Oh, dat is wel heel slecht van je, schat. Oh. Maar je gaat goed. Ga door. Ja, ik sta voor. Heel goed. Even aan kop, hoor. Oh, nou niet meer. Of toch niet meer. Hoppa, oké. Okay, ik ga denk ik gewoon alle parcoursjes doen. Op zich, deze zijn helemaal niet zo moeilijk. Oh, fiets. Nee, hij is helemaal niet zo moeilijk. Als je eenmaal... Oh, je hebt speed. Oh, ja. Ja, als je eenmaal het eerste stukje hebt, kijk, is veel sneller dan omlopen. Hoppatee. Nou, ik zou het super awesome vinden als je even mezelf een duimpje omhoog gaan drukken. Mocht je mee willen spelen, play.dutchturms.nl kan je gewoon gratis meespelen. Dat is wat altijd iedereen aan mij vraagt. Kom gewoon naar play.dutchturms.nl. Gratis meespelen. Hoppatee. Hartstikke idee. Boom didee. Oh, trouwens, ik zou jullie een shortcut vertellen. Onder de voet van Oddish zit een shortcut. Ja, bij die boom, toch? Ja, onder zijn voet. Of wat is het? Ja. Wat het ook is. Ik ben even de weg kwijt. Nee, het was toch... Volgens mij iets verder. Verstandig. Ja, onder zijn voet. Nee, onder zijn voet. Rechts onder zijn voet. Echt? Maar daar stond daar verderop zo'n ook. Ja, daar ook. Rechts onder zijn voet zit een shortcut. Oh ja, ik zie. Oh. Ja, ik ben hier een keer geweest. Dan ga je door de bomen heen en chips kom je bij die boom uit. Bij Magikarp zijn mondje. Dat is sneller dan... Is dat veel sneller, denk je? Ik denk het wel. Want het is, er zit geen water tussen. Hè? Dat is alleen niet meer water, precies. Dat is een beetje het punt. Lastig. Rechts onder zijn voet. Oh, rechtsonder. Nu ben ik met jou. Ik zit ook ergens in die boom langs, maar... Echt? Mm-hmm. Oh, hier. Oh, Kevin die kent gewoon alle shortcutjes weer, hè? Ja. Yep. Jongen, jongen. En dan nog ben je nooit eerst. Nee, klopt. De anderen ook iets gunnen, hè? Gunfactor. Ja. Ze zeggen dat er ook heel veel hier zijn, hè, in dat berggebeuren. Daar zit echt een serieuze shortcut in, ja. Alleen, die heb ik nog nooit gevonden. Ja, als je even wacht. Ja, nee. Dan ben ik nog 3 kwartier aan het wachten. Dat ga ik niet doen. Ik ben gewoon nu goed aan het doorgaan. Ik ga gewoon liever goed door dan wacht op jou. Hoppa. Ik ga gewoon deze berg gewoon goed in één keer beklimmen. Of althans, bevliegen. Oh my gosh, ik... Giel, ben je achter mij? Ja. Oké, nice jongens, we liggen met 2 mannen aan kop. Kan er alsjeblieft iemand achter ons aankomen? Ja, ik loop achter 2 hunters, sorry. Hunters nog wel? Ja, op een of andere manier wel. Terwijl ik alle shortcuts heb gepakt. Oh. Ken je ook die shortcut in de mountains dan? Ja. Ja, maar Eva, ken die ze? Nee. Die ken je dus niet? Nee, ik loop... Lekker Giel! Ja, was te proberen. Koppiestoot. Die is wel moeilijk trouwens. Wat, die shortcut in de mountain? Ja. Wat moet je doen dan ongeveer? Vliegen of zo? Nee. Een stukje parcours moet je doen. Oh, en dan kan je hem halen. Ik moet ergens anders heen vliegen dan de bedoeling is. En dan kun je ergens binnen door. Oh. Dat scheelt nog serieus eerst tijd. Te vinden. Okay. Jij bent er net voorbij gegaan. Oh. Heb je hem gehad, Kevin? Shit. Nee, ik neem die niet, want ik weet dat ik dat toch niet haal. Oh my god. Oh, op zich best wel een uitdaging klinkt het. Ik ben bij Volcano, kom maar halen. Ik loop echt hard achter nu. Ho. Nee, val ik serieus door een gat heen op een brug? Ja, dat had ik net ook. Oké, ik ben eerste vulkaan voorbij. Dat parcours vind ik wel echt verschrikkelijk, zeg. Op die stokkies. Heb je die gedaan? Ja, dat is die. Nee, hoor. Die heb ik niet gedaan. Hij skipt hem weer. Tuurlijk, die ga ik niet doen. Ik vind dat lava-stuk al verschrikkelijk. Ja, hij geeft je goed gelijk. Dat lava, daar moet echt een ander alternatief op komen, hoor. Want als je 1 keer in de lava valt, ben je gewoon als runner bij dood. Dat is echt erg. Ja, dat klopt. Erg. Ja, dan moet je niet vallen. Nee, ja, precies dat. Ik ga gewoon lopen hier weer. Doei. Ik lig nu heel ver af. Je hebt wel potions, hè, in de shop van Fire Resistance. Ja, I know. Maar ja, als je dood bent, ben je dood. Ja, dat is waar. Ja, maar als je tegen vuur kan, dan kun je ook niet dood. Boeien, ik ben al lekker bij Gengar. Dikke vette doei. Ik ga echt goed, hoor. Ik ben Vulcano voorbij. Ik ben in die portal, weet je wel, met al dat gekke blauwe licht om je heen. Ja, dan ben je wel ver. Kijk, ik ben nu bij Sun and Moon zelfs al. Echt? Niet net Gengar, dat ben ik bijna. Ik ben gewoon bij Sun and Moon al. Hoe vind je dat? En ik was slim, want ik had even een speedpot gekocht, dus het gaat best vlot. Ja, ik ben dood. Voor bedachte raden. Ja, precies. Goed gedaan, Kevin.
Oh, dat eerste huisje. Ben ik ook zo voorbij. Wat zei je? De Hunter ben ik zo voorbij, denk ik. Nice. Als je in dat eerste huisje parcours gaat doen, hè? Bij Sun and Moon. En je faalt. Oh, dan ben je zo de sigaar. Mag je dat hele ding opnieuw doen? Ja, klopt. En voor zoveel seconden sneller ben je ook gewoon niet. Nee, hè? Daarom. Dus je kunt het niet doen. Ik ga ook altijd gewoon daar rennen hoor. Oké, Rip. Ben je dood? Nee. Een speedpot en dan krijg je nog meer speed. Parcours niet meer te doen. Ik zag het. Ik denk al. Oh. Lekker hoor. Welk parcoursje dan? Lijkt die eerste daar bij Sun and Moon. Ah, nice. Oh nee, my god. Serieus? Ik ben dood. GG. Ben je gevallen? Ja, nou, ik zat op die lava ding. Of althans... Daar moet je ook niet op gaan zitten, ik, hè? Nee. Dat bedoelde ik niet. Oh. Oh. Ik wou aan de zijkant springen in de hoop dat je daar ook op kon staan, maar er zat een barrierblok voor, dus ja. Toen kwam ik weer in lava en ik had al mijn hele pot al gebruikt omdat ik al een keer in lava kwam. Pannenkoek. Oké, ik ben Sun and Moon ook al uit. Doei! Ik ga gewoon naar de fontein nu. Kijk! Flower Forest! Ik ga gewoon wel... Ik maak gewoon de runners weer trots. Dit is toch de finish, of niet? Yay! Jeetje, Mina zegt hij. Ja, ik gewoon oefenen. Kevin en Giel, hopelijk gaan jullie wel een beetje snel finishen. Nee, doe dat nou niet! Doe dat nou niet! Wat niet? Oh, ja, ik had het tegen de persoon die ik spectate, die ging parcouren. Die ging parcouren en die stond er echt zo voor van... Ah, ik ga het doen. Oh, deze heeft hij wel! Goed gedaan, man! Go, go, go! Beter, beetje sneller. Oh, Kevin, jongen. Sla die Hunter eraf! Mijn speed is nogal... Ja, beter haal je hem dan in. Ik wil T-Rox meekijken. T-Rox. Je kan niet chatten. Nee. Oh, wacht, dan moet ik op zijn hoofd slaan, hè? Op zijn hoofd slaan. Waar is T-Rox? Hier is T-Rox. Kom op, Kevin. Kevin, wat doe je? Falen in had. Oh, nee. Ik kan je vertellen. Dit gaan we niet meer halen. Ik ben nu Bjorn aan het spectaten. Ja, er kwam net iemand wel mij voorbij zitten hier. Ja, die zit achteraan. Ja, die zit letterlijk 2 meter achter hem. Dus als hij nou ergens tegenaan loopt en hij haalt hem hoe in. Hoe ga je uit een persoon? Hij slaat hem! Oh, hij hoopt dat hij naar onder. Kom op! Oh mijn god, dan haalt hij hem zo ook niet. Hebben ze hem allebei niet gehaald? Nee. Nee. Oh, hij wist niet waar hij naartoe moet. Andere kant op, succes. Kom op! Oh, please. Hij ligt erachter. Hij wist niet Kevin, haal het! Ik zoek altijd ook. Oh, dit is toch stress. Oh, hij haalt hem niet! Oh, nee. Ja, hij haalt hem wel! Woe! Nice! Hoppatee! Goed bezig, IDJ! Lekker, jongen. Hoppatee. Nee, ik ga finishen! Niet stilstaan! Kevin zegt dat hij moet finishen! Oh, eerste keer finish ever, zegt hij. Oh, yes! Woe! Nice! Nu hebben wij gewonnen. Yay! Jammer dan. Woehoe! Ah, flauw hoor. De hunter is geliefd. Boe. Doe nog echt ook. Ja, hij is geliefd. Nou, op naar het volgende potje! Oké, tweede potje! Zijn jullie er klaar voor of niet? Ja, ik ben geslagen naar voren. Dat is je bent geslagen? Ja, ik heb nou in één keer 3 hartjes minder. Arme Eva. Oh, heerlijk. Kom op, jongens. Dus alle op elkaar zwemmen. Dus lekker zwemmen. Ja, lekker springen. Kevin, waarom gebruik je pot niet? Wat wil die laden? Dat is niet handig, echt handig met dat parcours, heeft. Denk ik. Welk maar parcours? We oh my gosh. Welk parcours hier? Dat... Dat bot. Alleen dat bot? Dan kan je zo lang springen. Niet zo bot doen. Je moet je kijken hoe snel je bent hier. Ja, dat gaat wel een stuk beter zo, ja. Ja, ik wou net zeggen. Voor het eerst dat je voor mij staat. Hey, Kevin. Precies. Rustig, man. Perfect eigenlijk. Ook voor het allereerst. Maar dat geeft niet. Je doet het goed, jongen. Gas erop. Nee, vorige keer was ik ook eerst hier. Oh, nee. Ook. Zo. Ja. Zo. Gefinished? Nee, toen heb ik je gekild. Hoe vind je dat? Echt wel, toen heb ik je gekild. Dat was de laatste keer. Er staat nog Giel dan op het rollen. die keer. Ja, die keer. Ja, oké. Nee, maar dat was de allereerste keer. Ja, dat was de eerste keer. En die keer daarna stond je ook eerste. Alleen toen heb ik je uitgeschakeld. Sorry. Het spijt me. Daar ging het mis. Het spijt me, oké. Okay. Oh, fiets, ik spring mis. Kijk, we gaan met de speedpot al. Ja, daarom zeg ik. Het is perfect. Kevin heeft het goed voor elkaar weer, hoor. Ja. Ik heb er nog 2. Hij ik ren echt precies in iemand in. Oh. Hop. Nu heb je allemaal een makkelijke parcours. Neem eens een keer het moeilijke. Ja, nou, je ziet het. Als je met makkelijke gewoon goed doorloopt, ben je nog sneller ook. Ja, maar ik heb 3 keer Heb je ook speed in het bootje dan? Nee, mijn speed is net op. Oh. Dus op zich komt het mooi uit. Dus Giel, jongen, je bent ook echt een verschrikkelijke schipper, hè? Ja, met je fucking skin. Doorvaren. Viking's aan de doorvaren, jongen, niet remmen! Ik rem niet, die kerel voor me hier.
Nee. Is angst, als je nou control inhoudt. Kevin! Jij bent die kerel die hier voor me vaart, die gewoon niet door opschiet. Kijk wat er voor me zwemt, vaart. Hier, ik ga al naar de buitenkant, kun je binnenhalen. Goed zo. Ach Giel, dan moet je me hier niet weer opsluiten, ja, jongen. Nee, moet ik dan gewoon stoppen met de race? Ja, ga me gewoon ga me per ongeluk naar helemaal links afslaan of zo. Jongen, oh, mijn boot gaat in één keer naar links. Hoe kan dat? Ja, blijf maar ook maar links varen, jij. Dit is de snelste pilaar waar je omhoog kan. Nou, daarom... Dan gaat hij weer, hoor, met zijn snelheidpotje, hoor. Nee. Kevin potje snelheid noem ik je vanaf Kevin, nu. Jongen, ja, dat ik had er nog niet in bedacht. Lekker hoor. Top. Met zijn potje snelheid scheurt hij er weer vandoor, hè, Michael Schumacher. Zoom, Jas Verstappen hier. Ja, ja, ja. Kevin Verstappen. Geen probleem. Jongen, jongen. Gas erop op de lolly, denkt hij. Zullen we door de feestend heen? Voor iedereen kent deze shortcut hier bij die parcours. Ja, dat is een welk van parcours? De meest gangbare. Ja, die gang. Zit je achter ons? Ja. Maar okay, die andere is zo. Veel lastiger. Dit is meer een ik zie je niet eens, maar oké. Okay. Ja, iets verder achter. Hé, hey, herken je deze pack nog, Vincent? Ja. Toen je mij doodsloeg? Oh, dit is niet best met een speedbot trouwens. Hop, dat niet makkelijk. Ik ga dat andere parcours ook gewoon proberen hier. Ja. Deze doe ik wel, deze is leuk. Hop. Ja, als je deze doet moet je ook die andere doen, maar anders kom je niet verder. Hop. Hop. Oh, ik heb hem gewoon in één keer. Nailed it! Doei! Compositie! Compositie? Ja, koppositie. Kijk maar een kop gaan. Oh, koppositie. Wat verstond je dan? Compositie, denk ik. Wat? Ja. Oké, dan. Ja, echt hè? Precies. Sorry, dat. Oké. Goed verhaal. Geeft niet hoor, geeft niet. Nee, precies, het geeft niet nou, hoor. Je doet net alsof ik een moord heb gepleegd. Ja. Dus nu haalt deze parcours niet. Oké, go, go, go. Ik ben al bijna in de arena. Hoi Giel. Hi. Hier, wacht even. Laat je wat leuk zien. Dan. Oh, nieuw shortcutje hoor. Hier. Kevin gebruikt ten eerste alle shortcuts, allemaal speedpots en staat nog niet eens eerste ook, jongen. Ik heb gaan, fucking, met zijn V8 motor. Jammer dat je er maar 3 kunt, nu werkt eigenlijk iets te mooi. Maar wil ik het ook weten ook? Ja, ik zou je vertellen, dat ga je nooit weten ook, want ze zijn alleen maar met z'n tweeën bezig, die twee. Hey, Jut en Jul, hoor. Ik heb gewoon gemeenere. Hij is gewoon aardig, hij vertelt het. Waar, in deze hier al? In de arena? Nee, net na de arena. Naar buiten? Ja. Naar het kasteel. Dan kan je toch een stuk door het bos heen? Yep. Ja, die kende ik al. Ja, er is nog wel vele gemeenere. Echt? Waarom mag ik die niet weten? Die hele huisjes. Dat mag wel, dan moet je doorlopen. Die gaat via de huisjes. Nee, die skip je dan. Ja, dan ga je gewoon langs het bos. Die ken nee, ik ook. Nee, ook niet. Wat dan? Je kunt binnen door bij die huisjes en je kunt ook gewoon die hele huisjes skippen dat je in één keer bij die brug uitkomt, bij de middeleeuwen. Ja, dan moet je links van dat bos gaan lopen, toch? Ja, een soort van. Oh, dan heb ik nu de verkeerde afslag genomen. Ja, heb ik de verkeerde afslag genomen. Chips. Ik had toch maar beter op Kevin misschien kunnen wachten. Nu ga ik gezellig langs de huisjes. Oh, Kevin. Ben jij nu, Eva? Ik ben bijna uit de arena. Ik loop nu naar buiten. Althans. Oh, nee, ja, maar, ik ben hoor. Nu aan de buitenste kant. Mekaar weer shortcuts leren, hoor. Kom eraan. Oeh, ik viel bijna door een gat in de brug, joh. Yo. Nou, ik ga gewoon hartstikke hard. Dat fence dingetje heen springen. Als je dat in één keer haalt. Zo. Oh, jullie zijn echt gemeen. Je weet dat een hunter achter ons liep. Oh nee, dat wist ik niet, maar... Oh, jij bent zo handig, Harry, Kevin. Breng hem nog maar dichter bij mij. Makkelijk. Jongen. Oh, hij slaat mij. Echt? Terugslaan. Grijp hem. Oké, eerst de parcours in het kasteel gehaald. Nee! Oh, hij slaat mij ook. Ik typ er ook nog zo wat in ook nog. Oh, jongens, jullie hebben ze gewoon rechtstreeks hier naartoe gehaald, hè, pannenkoeken. Beetje shortcuts aan de hunters leren. Ik had nooit gezien dat hij achter ons zat, joh. Handige Harry's dat jullie zijn. Jongen. Hey Kevin. Hoi. Was goed? Ja, zeker. Nou, nu gaan we nooit meer winnen. Wat dan? We liggen toch voor? Ja, nou, hopen dat die hunters er niet in trappen. Kom op. Zijn jullie allemaal aan het parcouren met z'n allen of niet? Ja. En die hunters ook ja, zeker? Ja, die hunter die heeft het gefaald, dus dat is nog wel iets. Oh, dan. Oké, ik heb het tweede parcours ook al gehaald. Ga je slaan, joh. Kom op. Gassen. Oh. Oh, die andere is ook aan zijn tweede parcours begonnen. Haalt hij hem die of niet? Die gaan we even doen. Ik heb hier een mooie looproute gedaan. Ja, die is veel te lang hoor, geloof me. Ja, oké, maar ik heb hem nog gezien. Ja, ik haal die parcours. Die tweede parcours haal ik niet eens.
Oh, ik ben al bezig met fiets! Ik moet niet op jou reageren. Ja, dan ben ik afgeleid. Dan ben ik uit mijn concentratie. Ja, zie je? Ik heb de looproute eerder dan dat ik überhaupt... Wow, die dude die killt me gewoon bijna. Ja, mij ook. Ik loop niet flink achter. Was dat of was dood, zeg maar. Oh, ja, dan is de keuze makkelijk, ja. Ja, precies. Ja, als ik kan finishen... Nee, ik haat jou! Stomme Pepijn! Oh, ik ben dood. Oh, ik was bij het laatste sprongetje! Komt hij me aan, wilt hij me slaan? Stress, ik had hem zo kunnen halen. Damn it. Waar is nou Pepijn? Pepijn. Welpleed, Pepijn. Het is perfect. Pepijn. Oh, ik kan niet eens chatten. Piet Pops in dat loopding. Ah, oh, verdorie. Echt? Ja, dan ga je wel snel de looproute, ja. Ja, dan ben je wel sneller, ja. Wie is er nu aan het parcouren? Ik kijk met iemand mee. Ik. En nu haal je hem. Ja. Oké, ja, dat dacht ik al dat ik met jou mee keek. Oh, verdorie. Ja, ik had hetzelfde gedaan als ik Pepijn was geweest. Dus ik kan hem helemaal niks verwijten. Maar ik vind Pepijn wel een beetje gemeen. Waar is Pepijn nu dan? Ik zie hem niet. Ja, Pepijn is al volgens mij bijna bij de wereldoorlog stuk. Kijk, zie je? Ja hoor. Jullie hadden gewoon Pepijn niet die shortcut moeten geven. Ik geef jullie gewoon de schuld. Ja, precies. Dat was maar één punter en dat was die boekje. Ja, zou ik ook zeggen. Ja, ja, maar die heeft het stiekem doorgewisperd naar. Ja, tuurlijk, precies dat. Ja, precies. Hé, je moet hierheen. Terwijl die al lang voor hem liep, maar dat maakt niet uit. Ah, verdorie. Ik had dit spel voor ons allemaal kunnen winnen. Ja, maar alsnog, dan moeten er 3 mensen finishen. Ja, nee, maar als ik gewoon had gewacht bij die shortcut, had ik gewoon de hele tijd erop geslagen. Ja, oh, geweldig. Kill me maar gewoon. Ik help je alleen maar. Oh, jij bent ook al vermoord. Ja. Zijn we al wacht! Als iedereen nu doodgaat en Giel als enige over is, snap je wat ik bedoel? Als hij het nou verpest, dan kan jij gewoon winnen. Nou, zo. Oh. Ja, want dan is er nog maar 1 runner over. Ja, dat klopt. Maar ja, kan nee, maar niet. jij weet de shortcut in de moderne tijd. Go for it, man. Bij de bakker. Ja, klopt. Ik heb hem ooit gezien, ja. Gewoon, ga daarvoor. Als hij hem ook niet gebruikt. Ik vind het wel beter in de toekomst voor je, Giel. Oh. Bij de bakker. Dit is gewoon de inside information hier. Ja, precies. Kevin, je moet gewoon even doodgaan. Kan je Giel coachen? Waar is de bakker? Hier is de bakker, toch? Nee, de volgende. Hier. Deze. Wat zei je, Kevin? Als je zo meteen in de toekomst bent, Giel. Heb je dat vuile parcoursje in dat UFO-ding? Maar je hebt een looproute met dat glas. Ja. In het begin van die looproute krijg je speed. Ja. Gebruik die speed en probeer dat parcours maar eens. Oh, is dat ook gewoon een shortcut? Nee, maar als je logisch nadenkt, hadden de spelers hem kunnen ook verzinnen. Oh, die is goed. Is gewoon tactisch gebruik maken. Ja, precies. Oké, zorg dat jullie allemaal doodgaan. Zorg dat iedereen doodgaat bij jullie, Kevin. Nee, maar gewoon Kevin moet dood. En die IDJ moet dood. Oh! Rennen, Giel! Rennen, Giel! Giel staat voor hem! Giel staat voor hem! Zorg dat jullie doodgaan! Zorg dat jullie doodgaan, dan kunnen we nog winnen! Ja, hoe dan? Gewoon, maakt niet uit! Spring gewoon van dingen af, sla die andere kerel gewoon de hele tijd of zo. Jullie moeten doodgaan! Ja, maar als we allebei doodgaan... Ja, dan is Giel de enige runner over en als Giel finisht, dan hebben de runners gewonnen. Werkt het zo? Weet je het zeker? Ja, tuurlijk werkt dat zo! Want er kan geen andere runner kan er meer finishen. Het enige wat er moet gebeuren is dat jullie twee doodgaan en Giel de enige is die blijft leven. Dan jaag ik vol de lava in met mijn elytra, zeg ik wel. Ja, goed zo. Zeg ook dat die andere dat even moet doen. Dat kan niet meer. Ik ben nu... Kevin? Ja, je hebt nu speed. Verder nog. Zeg dat die andere ook even dood moet gaan. Ja, dat kan ik niet meer. Dat moet Giel doen nu. Giel, zeg dat die teamgenoot van je dood moet gaan. Ja, wacht even. Als ik nou eens even hier waar ik hem dan af kan tikken. Kijk, de parcours is nu wel een stuk makkelijker. Zeg tegen die andere kill dat hij dood moet gaan in de lava. Hij zegt wel go Giel, zeg gewoon IDJ gaat dood in de lava of iets. Dit is gewoon de beste theorie ooit. Kunnen we, ja precies, precies dat. Hij moet gewoon doodgaan. Oké, zegt hij. Is uitgeschakeld. Ja, hij moet zichzelf uitschakelen. Doei. Nee, wacht, hij moet zichzelf uitschakelen. Hij moet eerst... Hij moet eerst dood zijn, anders kan je niet winnen. Nee. Zeg, spring in de lava of zo. Doe iets. Hij kan niet. Ja, maar waar is die dan? Kan iemand een spectator? Waar is die? Oh nee, die hunter komt al. Ja, doei. Finish maar. Doe maar iets. Maar hij gaat toch finishen. Doe die deur dicht. Ja,
Ja, weet ik veel! Doe het dicht, zegt hij. Ja, hij heeft gewonnen, oké. Het was te proberen. Oké, applaus voor de hunter. Applaus. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Adventure Escape. Vond je het leuk? Druk even op het duimpje omhoog. Vergeet hieronder even niet te abonneren. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer bij een nieuwe Adventure Escape. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!